BNN. Zo. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Met jou? Ja, prima. Je zit nu een beetje te wachten totdat je zo meteen moet beginnen. Ja, ik ben net een beetje bijgewerkt. En dan gaan we live op zender, ja. Voor RTL Live. Dit is wel even... Het is een soort film. Ik heb elke dag het idee dat we een film aan het maken zijn. Zo'n filmtrailer? Ja, vind je niet? Ja, het heeft ook iets een beetje Frans Bauer-achtig. Ik vind het niks. Beetje goedkoop. Nee, dat niet. Is gewoon eens een keer wat anders. Ja. Het heeft wel wat. En dat is de stoel van Bo? Ja, die zwarte daar in de hoek. Die wordt daar altijd gedaan. Ja, dat is een hele klus hoor. Moet ik toch even wennen. Ja, toch? En waar is nou zijn karme set? Oh, die staat... Ja, die staat daar. Die staat gewoon hier. Ja. Maar heb je nou echt moeten breken met krekelbak en zo? Want daar had je dat wat mee. Dat vond ik ook wel heel erg. Maar ja, die spreekt me wel, tuurlijk. Ik bedoel, ik heb 8 jaar bij de NCRV gewerkt, dus dat... Nou, een aantal mensen vond ik wel heel vervelend. Ja. Het gaat niet zomaar over 1 nacht ijs of zo. Maar ik was toe aan iets anders. Dat heb jij ook. Je hebt iets heel anders gedaan. Soms is een mens toe aan een vernieuwing. Nou, dat was ik ook. Ja, BNN is eigenlijk ook een beetje toe aan een vernieuwing. Ja, ik weet het. Je moet ook een beetje aan... Ja, ik kijk graag naar BNN. Maar ik heb begrepen dat er weinig vrouwen naar kijken. Ik hoef het... Ik ja, ik bedoel... Ik hoef vooral geen eens... Ik hoef er niet eens zelf over te beginnen. Nou, maar weet je, ik begrijp het namelijk niet. Ik heb het gelezen, maar ik begrijp het niet. Want je bent een lekker ding, dus wat dat betreft zouden vrouwen gewoon naar je moeten kijken. Ja? Maar misschien moet er ook een lekker wijf gaan presenteren. Ja. Gewoon echt zo'n lekker wijf... die tegelijkertijd voor de vrouwen die kijken een soort van zusjesrol kan vervullen. Want... Maar die zijn er dus niet. Ah, joh, houd toch op. Die zijn er niet. Wel. Ze mag van mij part blauw haar hebben en puntieten, maakt niet uit. Nee. Dat vind ik te ver gaan. Oh. Dat is dubbelop. Of blauw haar of puntieten, maar niet alle twee. Maar ook dat is er niet. Meen je dat nou? Ik kan het niet vinden. Ik wil best een keer met je op pad om het te gaan vinden, hoor. Maar volgens mij lopen ze er wel. En als het je niet lukt... Nou, doe zelf eens leuke rokje aan of zo. Ja. Heb ik al eens gedaan. Dat wil niet helpen. Nee, meen je dat nou? Ja. Dit is altijd even een lastig moment voor mij. Ja, denk rustig Want maar. Ik vond dit gesprek, ik vond echt hartstikke leuk. Maar, ja, daar ik ging, niet, waar ja, ging, daar je ging dan het me eigenlijk niet om. Nou, waar gaat het je wel om? Come to the point. Ja, kijk. Het is namelijk zo, je zit nu bij RTL... Ik kom bij de NCRV vandaan, van alles over je gelezen. Weten wat je doet, weten wie je bent, weten met wie je nu samen wat presteert. Weten dat je hebt moeten breken met krekelbak, weten alles. Maar ik ben eigenlijk maar benieuwd naar één ding. Nou, wat dan? Nee, zeg het maar. Hoe je zoent. Heftig. Nou, dan weet je het. Nou, dat bedoel ik dus niet. Nee, weet je, dat zijn van die dingen. Sommige dingen moet je gewoon voor jezelf houden. Ja, maar ja, zo makkelijk kom je niet. Kijk, ik heb... Daar moet je toch echt je best voor doen, hoor. Kijk, nou, ik... Nee. Kijk, ik heb alles bij me. Nee. Ik bedoel, je kan eventueel... Oh, man. Kijk, ik heb... Hier. Ja, ook een beetje. Oh, je bent ook al in de handel gegaan. Nee, dank je. We weten alles van je. Nederland heeft toch zoiets zitten. Iedere dag te kijken. Minouche. Hoe zoent ze? Hoe? Zoen ze. Is dat het enige wat ze van me willen weten? Nou, laat ik het dan maar zeggen. Ja. Ja. Zie je hoe goed jij met vrouwen bezig bent? Wat zeur je dan in die media? Zie je nou hoe goed je met vrouwen bezig bent? Daarom zeg ik net,
Maar kijk, dan gaan we weer op het... Die hele binnenkomst, dat is... Ja, dat is een act. Kijk, het is verder. Ik heb alles om een frisse adem. Voor jou en voor mij, ik kan het hier... Maar oké, okay, nou, nu kom je to the point. Ik kan het lekker laten ruiken. Maar lieve schat, wat bedoel je daarmee? Hoe wil je dan... je zegt tegen mij, Nederland wil weten hoe je zoent. Dan zeg ik, nou, heftig. En dan zit er een haar op me. Oeps. Je draait er door mee. Nee, maar dat is toch raar, hè, deze? Maar dat heb ik bij de NCRV geleerd. Is toch raar, hè, deze vraag? Ik ben benieuwd hoe jij zoent. Nou, dan zeg ik heftig. Die heffenstift, die doen we zo meteen. Doen we even nieuw. Klaar. Ik bedoel, dit is het kistje. Dat is voor het geval dat het hele lange vrouwen zijn. Nou, dat red ik net. Maar jij wil dat ik met jou ga zoenen. Nou, wat zou je vrouw ervan vinden? Die weet van niks. Nee, hè? Ik ga iedere zondagavond ga ik wat anders doen. Ja, maar ik ook. Maar alleen op zondag. Maar hoe ziet je vriend eruit? Wil je het weten? Even. Lang, donker, bruine ogen. Ogen dicht en je reet aan. Nou, ga staan. Kijk, ik ga staan. Dan draai je je wang naar mij toe. Ik kom naar jou, zo. Jij komt erbij. Ik omhels jou innig. Ja, en ik jou. En ik geef jou gewoon een lange, doch lieve... Niet twijfelen, nu! Ja, dat klopt. U spreekt met...